Hallo, Kees Rijn van de Hogeband, chef van de Dokters in Rio. Ja jongens, het gaat beginnen hoor, het feest. Het is vrijdag. Vanavond is de openingsceremonie, of liever gezegd voor jullie 's nachts. En dan kan je gaan kijken hoe een delegatie van Nederland binnenloopt. Dat zal een kleine delegatie zijn. Het is namelijk zo dat wij een regel hebben dat sporters die binnen de eerste 48 uur na de openingsceremonie moeten sporten, dat die niet mee mogen lopen. En dat is verreweg het grootste deel van de ploeg. Waarom? Omdat het een heel vermoeiende business is. Ze vertrekken om 5 uur hier vanmiddag uit het Olympisch dorp. Gaan in de bus, worden dan een uurtje of 3 opgesloten in het kleine stadion en mogen daar televisie kijken. En tegen 1 uur of 10, 's avonds, dus 5 uur later, loopt onze ploeg het stadion binnen. Nou, voordat dan alle plichtplegingen zijn gedaan, dan is het al gauw 1 uur. Dan ga je met de bus terug, dus diep middernacht komen ze terug. Te vermoeiend voor atleten die gefocust zijn om te sporten. En sporten zullen ze, want dat is eigenlijk het voornaamste wat ze nu vinden. Ze willen aan de bak. Hoe zou het met onze 2 andere dokters zijn van het Anna ziekenhuis? Nou, heel vervelend voor Sander. Zijn zwemmers mogen niet naar de openingsceremonie, want ze gaan morgen presteren. Gaat niet mee. Heel vervelend voor Wart van Soest, want zijn hockeyers moeten morgen spelen. Gaat ook niet door. Met andere woorden, het pak blijft in de kast. Ik ga ook niet, want als er zoveel sporters in het dorp blijven, denk ik dat het verstandig is dat de chef-arts ook in huis blijft. Dit is het pak, het blijft in de kast, we gaan het weer opbergen. Tot de volgende keer, dag!